Update. Goedenacht, mijn naam is Mark Bergt. BNR bespaart je de onzin. Nog eventjes naar Nout en Wout. Een van jouw gevleugelde uitspraken is: Nout en Wout doen alles fout. Nout Welling vindt dat zelf niet. Hè? Hij heeft in het FD gezegd dat hij genoeg gewaarschuwd heeft en dat hij graag door wil als president van de Nederlandse Bank. Luisteraars, koop vandaag het FD en hou het, bewaar het voor eeuwig. Want dit is een historisch exemplaar. Hier is iemand die zegt dat verantwoordelijk zijn en waarschuwen hetzelfde is. Het is ongelooflijk, Lara. De dikke van Dalen, verantwoordelijkheid is een nauwtje doen, hetzelfde zijn als waarschuwen. Dat is echt onvoorstelbaar. Waar hebben we dan toezichthouder voor nodig? BNR Nieuws Update. Goedemorgen, ik ben Marcel Stukker. Ik moet heel even mijn nieuws erbij pakken. Dat is ongebruikelijk. Ik ben me dat bewust. BNR bespaart je de onzin. Ik wil heel graag iedereen bedanken voor de fantastische tijd die ik bij BNR heb gehad, 7 jaar lang. De leiding uiteraard, alle redacteuren, verslaggevers, de eindredacteuren, jongens, onwijs bedankt. En ik hoop jullie gauw ergens te zien. Ik geloof dat we aanstaande donderdag lekker gaan borrelen, hè, met z'n allen. Zeker. Dan zie ik naar uit. Tot dan. Oké, proost. En die luisteraars ook trouwens. Hè. Bedankt voor Dankjewel, het luisteren. Lara. Beneden worden nu zakdoeken uitgedeeld en de rest lezen wij allemaal op Twitter. De Verenigde Naties, de Nederlandse staat, ja zelfs Evelien Herfkens zijn allemaal schuldig in de zaak van de ten onrechte verstrekte subsidie aan Herfkens. On the Move, Niels Heidhuis, BNR. Nou, mijn naam is Jeroen Dirks, maar we gaan het hebben over die verklaring van de Verenigde Naties. Bonussen voor bankiers zijn een goede zaak. Een financiële prikkel om goed te presteren is nodig. Pep Talk. Sander Simons. BNR. Goedemiddag. BNR bespaart je de onzin. 3:03. Welkom bij een extra uitzending over het dramatische ongeluk vandaag bij de viering van Koninginnedag in Apeldoorn. On the Move, Rens de Jong, BNR. Breng u op de hoogte van de feiten die daar zijn gebeurd. Dit is BNR. Bijna 4:15 op BNR. Zometeen de beurs en de orgaandonatie. Eerst Jan Roos. Wat is de overeenkomst tussen de leningen van de DSB-bank en de voetbalplaatjes Wuppie en Smurfen acties van de Appie Heijn? Met allebei wordt geld verdiend aan de domheid en gretigheid van klanten. Alleen heb ik nog nooit iemand van Aalt zijn excuses horen aanbieden voor alle nutteloze aankopen die ouders hebben moeten doen, voor het doorberekenen van al die rotzooi die je zogenaamd gratis krijgt, of voor reclames die kinderen aanzetten hun ouders te terroriseren om andere supermarkten links te laten liggen. De Powerlunch. Jeroen van Kam. BNR. Sucre worden 4- en 5 gangenmenu's geserveerd die volledig uit desserts zijn opgebouwd. Jikkelkrant ging op onderzoek uit. Ja, dat is de reden waarom we open zijn gegaan. We zijn de climax van de avond. Toch? Nou, dat mag jij zelf beamen, maar dat hoop ik wel te worden. Dat ben ik voor mijn vriend al jaren. Dat staat niet erop. Dat moet je... Ja, dat was de lach van restauranteigenaar Martijn Magielsen in een bijdrage van BNR-verslaggever Jigo Krant. Aan de slag, Margriet van der Linden, BNR. BNR bespaart je de onzin. Het nieuws van vrijdag. BNR. Dit is BNR. Dit geeft vertrouwen en dit geeft kracht. Nou ga ik iets heel ondeugends zeggen. Onmiddellijk mee kappen met die flauwekul.
Welkom bij de Power Lunch. 7 uur. BNR Nieuws Update. Bespaart je de onzin? De Republikeinen houden economische plannen Obama tegen. On the Move. Petra Gijzen. BNR. De Amerikaanse Senaat heeft het debat over het economische stimuleringsplan vannacht opgeschort. Dit is BNR.